13 seizoenen. Hij is aan zijn 13e profjaar bezig. En gaat hier zijn laatste stukje weiden in. Tongensken uit de mond. Tong uit de mond. Dat is ook slim gezien, ja. Want je fiets is nu zo vuil. Dat kunnen die mannen het meeste er af doen in de matraappost. Fons neemt hem aan. Jos geeft de nieuwe. En ook zij zijn in het zonnetje gezet. En hier uit deze bocht gaat hij komen. Hij is hier. Nog 200 meter scheiden hem van de eeuwige glorie, hoor. Het is volbracht. 10 keer superprestige. 10 keer superprestige. Wie doet hem dit na? Niemand. Niemand gaat hem dit ooit nadoen. Onwaarschijnlijk. 13e zege van het jaar. 54ste superprestige overwinning uit zijn carrière. Maar 10 keer eindoverwinning. Man, onwaarschijnlijk, proficiat. Dit is mooi. Dit is veldritgeschiedenis. Landbouwkrediter. Het is zo dat we dus dinsdag rond tafel zitten en dan zien we wel of we er dan niet in uit geraken. Met een weekend als deze, denk ik, geeft hij nog wel een duwtje in de rug, denk ik. Oké, ik wens je een prettige en vruchtbare week. En jou, kijker, ik wens jou... En hij staat op het podium. Sven Nys krijgt de zoenen van Ilse, weduwe van Wim Lambrechts. En ja, het is niet de eerste keer dat hij hier op dit podium staat. Hè. Indrukwekkend 54ste superprestige. Zegen voor hem, maar veel belangrijker. 10 keer eindoverwinning. Daar kunnen Pauwels en Albert alleen maar van dromen. Het is... niet te vatten eigenlijk. Hè. 10 keer Mark Janssens. Het is, hoe gaat dat even naar, hè? Zoiets, hè? 10 keer. En ik mag eigenlijk ook wel een beetje fier zijn dat ik ook met deze renner nog gereden heb vroeger. Hè? Zoals Sven van Toornhout zei. Hij is ook in mijn generatie nog binnengeslopen eigenlijk. Maar wel een pakje honger dan ik. Ja, je hebt hem nog enkele keren geklopt op het Belgisch kampioenschap. Ja, zeker. Ja. Maar hij heeft er wel meer dan ik. Ja, inderdaad. Het is een indrukwekkende carrière van Sven Nys. Hij is prof geworden in 1998 en sindsdien is het altijd goed gegaan. In zijn allereerste profseizoen won hij al de superprestige. Hij heeft maar die superprestige 3 keer niet gewonnen. In het seizoen 2000-2001, in 2003-2004. Toen was het wel eens natuurlijk. En vorig seizoen Stibar. Weet u nog dat spannende slot? Vorig jaar Stibar en Albert, die met gelijke punten de slotmanche in Vorselaar ingingen. Iets dat we wellicht ook niet te voorspellen was. Dat was cross van de bovenste plank toen. Hè. En die twee strijden nog tot de laatste 500 meter om dat in orde te krijgen. Het was indrukwekkend. Sven Nys dus meer dan terecht eindwinnaar van de superprestige dit jaar ook. Als je ziet zijn lijst dat hij dit jaar gereden heeft. Derde in Ruddervoorde, derde in Zonhoven. Gewonnen in Zogge, gewonnen in Gaveren. In Gieten was hij vierde, maar hij verloor daar in volle eindspurt zijn pedaal. In Diegem tweede, maar toen weigerde zijn ketting alle medewerking. En vandaag dus winnaar hier in Hoogstraten. Goed voor zijn 13e overwinning van het jaar. Het is... Ja, je kunt dat blijven zeggen, maar het is een man buiten top 10 bijna nooit, denk ik. Buiten top 5 ook bijna nooit. Ongelooflijk. Ja, en hij komt hier nog eens op het podium. En dat is zeker en vast omdat hij hier door Etienne Gevaert en Kurt van Esten de drijvende krachten achter de organisatie van de Superprestige nog eens extra in de bloemetjes gezet gaat worden. 29 jaar bestaat dit regelmatigheidscriterium. Hier zijn ze, Gevaert, van Esten. En nog rekening houden dat hij nog niet stopt, hè, want dit is geen afscheid, hè, dat we nu aan het vieren zijn. Hè. Nee, hij gaat daar nog dikwijls staan, hoor. Hij kan nog een elfde winnen. Hè. Ja. Hij is blij, hoor. En daar geloof ik zelfs nog in, hè, dat hij nog een elfde kan winnen ook. Hè. Ja, zeker en vast. Ja. Nog even voor de fotografen. De 10 vingers die de lucht ingaan. En glunderde gezichten achteraan. Ook van Mark van Gestel, de organisator van deze cross. Sven Nys, een gelukzalige glimlach, stel ik vast bij jou. Ja, niet alleen voor eindwinst in de superprestige. Dat zag er natuurlijk voor deze koers ook al heel mooi uit. Maar als je dat ook in het afronden met zo'n overwinning en eigenlijk heel de koers onder controle, weinig foutjes gemaakt, een aantal keer de concurrentie toch bijna terug in het wiel en er terug kunnen van wegrijden. En ik denk dat ik gewoon heel de koers echt met die wind toch initiatief genomen heb en nooit echt... gevoeld heb van ik kom hier in de problemen en ik had vandaag echt een hele goede dag en er blijft wel een beetje ontgoocheling hangen van gisteren, maar
Ja, het tiende winst in de superprestige maakt wel veel goed. Wat betekent dat voor jou? Want het was een doel op voorhand, bij het begin van het seizoen. En je realiseert dat nu. De oude is nog niet versleten, zei je in het begin. En het klopte. Nee, het is heel speciaal. Hè. 50 keer zo'n wedstrijd winnen, dat is al uniek. Dat is vorig jaar dan gebeurd. En ja, 10 keer een eindklassement winst. Als je ziet dat degene die tweede staat, is Ennis Tamsnijder met 4, geloof ik. Ik durf nu echt wel zeggen dat dit iets is dat misschien wel nooit meer zal evenaard worden. En, dat maakt het wel heel, heel speciaal. Het bekroont wel een van de regelmatigste van het seizoen. Maar misschien de regelmatigste van de laatste 10 jaar. En daar ben ik heel trots op. En nu? Nu moet Sven Nys op zoek naar een 11e vinger aan zijn handen. Want het gaat allemaal niet meer op 2 handen. Nou, denk nu niet dat ik mijn motivatie zal verdwijnen. Ik sta volgend jaar opnieuw aan de start om voor de 11e keer de Superprestige te winnen. Zo zit ik in elkaar. Ik leg mij hier niet bij neer. Dat is pas in 2014. Gelukkig is dat nog een tijdje, Sven Nys. Bedankt en proficiat met je 10e eindzege. We hebben Kevin Pauwels, de man die hem vandaag nog even kon bedreigen en ook goed starten. Maar nadien lukte het toch iets minder goed vandaag, Kevin, dan gisteren. Strijd gereden hoor. 4e voor Sven van Toerenhout en wereldkampioen Zdeněk Štybar 6e. Onze Sven Nys. Dat geeft de volgende tussenstand. Vorig jaar hadden we 2 renners met 95 punten. Albert en Štybar wel. Nu Nys 97 met een straatvoorsprong op Kevin Pauwels. Pakt Nys geen punten in Middelkerke en wint Kevin Pauwels. Dan komen daar 15 punten bij Pauwels bij. Dan komt hij op